Drie hoofdgroepen die zich schuldig maken aan jodenhaat. Extreem links, extreem rechts en delen van de islamitische gemeenschap. Maar over de laatste groep konden wij nauwelijks spreken. Blijkbaar worden sommige partijen heel nerveus als je naar de feiten kijkt. Want dan zou je polariseren. Wat een mooi moment voor een interruptie, heer Van Baarle. Ja, voorzitter. Ik had al een beetje het gevoel dat mevrouw Jessicus erop aan het wachten was dat ik zou komen bij dit onderwerp. We hebben gezien dat daags na de gebeurtenissen in Amsterdam een VVD-staatssecretaris zei, letterlijk, een heel groot deel van de Nederlandse islamitische jongeren onderschrijft onze normen en waarden niet. Voorzitter, de cijfers liegen er niet om. Van de Anne Frank Stichting tot wetenschappers. De cijfers zijn zojuist ook langsgekomen. We hebben wel degelijk een probleem. Ze komt nu met bewijs waaruit blijkt dat wat de VVD zegt, dat dat waar is. 44% van de Turken en 78% van de Marokkanen heeft een zeer ongunstig beeld van Joden. Dat het vaak jonge Marokkanen zijn die LHBT'ers in Amsterdam aanvallen. Voorzitter, ik heb hier 3 A4'tjes vol met cijfers. Nogmaals, ik geef het graag aan de heer Van Baarle. Polariseren is doen alsof onze vrijheid niet op het spel staat. Doen alsof wij hier geen enkel probleem hebben met integratie. Doen alsof kinderen op sommige weekendscholen niet worden opgezet tegen onze vrije samenleving. Doen alsof ultraconservatieve imams hier in Nederland niet verkondigen dat homo's varkens zijn. Doen alsof de Turkse staats-TV, die in zoveel huishoudens vaste prik is, Hamas niet neerzet als vrijheidsstrijders. Doen alsof vrouwen niet opgesloten binnenzitten omdat ze anders de familie eer zouden schaden. Doen alsof er niets aan de hand is als kinderen op school over de Holocaust leren, maar thuis horen dat het jammer is dat Hitler zijn werk niet heeft af kunnen maken. Je uitspreken, problemen erkennen, staan voor onze waarden en met een gerichte oplossing komen, dat is niet polariserend. Wegkijken of heel hard schreeuwen en denken dat daarmee het probleem verdwijnt, dat is polariserend. Tegen die vrouwen, tegen die LHBT'ers, tegen de Nederlandse Joden, tegen diegenen die niet meer willen geloven, tegen hen allen zeggen, jij redt jezelf wel. Ik kan niet voor jou opkomen, want dan deug ik niet. Zeg ik hiermee dat iedereen met een migratieachtergrond of een islamitische achtergrond tegen onze waarden is? Nee, integendeel. Zoveel zijn gewone Nederlanders die dezelfde vrijheden verdedigen als ik hier nu doe. En dat onderscheid, voorzitter, is echt prima te maken. Als je er een intelligent gesprek over durft te voeren.